Goedemorgen. Vandaag een antwoord op de vraag van Brigitte. Brigitte kampt al heel wat jaren, eigenlijk al vanaf haar jeugd, met gezondheidsklachten. En Brigitte heeft begrepen dat dit betekent dat de stofwisseling in haar lijf niet goed verloopt. Want ja, wanneer dat niet goed verloopt, dan komen daar klachten uit voort. Brigitte wil dan ook weten of ze invloed heeft op de uitvoering van de stofwisseling in haar lijf. En zo ja, hoe dan? Want ze wil graag dat haar klachten afnemen en begrijpt hieruit dat dan wel eerst de stofwisseling in haar lijf beter moet gaan verlopen, omdat haar klachten het gevolg zijn van een slecht verlopende stofwisseling. Dus de vraag van Brigitte is: heb ik invloed op de uitvoering van de stofwisseling in mijn lijf? En zo ja, hoe? Nou, Brigitte. De stofwisseling in je lijf, die kan je onderverdelen in twee soorten processen, twee types stofwisselingsprocessen. En die processen die vinden plaats in je weefsels, de cellen, al daar. En die processen, die beide types processen betreffen enzymatische processen. Dat betekent dat deze gecatalyseerd worden, versneld worden, mogelijk gemaakt worden door enzymen. En betreffen ook hormoongestuurde processen. Dus hormoongestuurde enzymatische processen. En hormonen betreffen overdrachtstoffen die via je bloed getransporteerd moeten worden. Overdrachtstoffen die ervoor zorgen dat je cellen informatie ontvangen over welk type proces ze wanneer uit moeten voeren, zodat die twee types processen allemaal gereguleerd kunnen worden, aangestuurd kunnen worden, op elkaar afgestemd worden in heel je lijf. Want anders wordt het een ongereguleerd zootje in je lijf. Wanneer zal de stofwisseling in jouw lijf slecht verlopen? Nou, wanneer bijvoorbeeld de vorming en uitscheiding van hormonen, overdrachtstoffen door klierzenen in je lijf niet goed verloopt. Want dan kan die aansturing en op afstemming niet goed verlopen. Kunnen je cellen geen informatie krijgen over wanneer en welke processen ze moeten uitvoeren. Ja, dan zal het allemaal ongereguleerd gaan verlopen. Maar ook wanneer de door hormonen gestimuleerde processen, en dat betreffen dus enzymatische processen, niet goed uitgevoerd kunnen worden in en door je cellen. En dat is wanneer je cellen niet goed in staat zijn om enzymen te vormen en uitscheiden. En of wanneer die enzymen na uitscheiding niet goed kunnen werken. Dus we moeten het daarover gaan hebben. Je hebt vele cellen in je lijf. En in al die cellen kunnen dus twee types, hoorde je net al, stofwisselingsprocessen uitgevoerd worden. Liefst aangestuurd en gereguleerd door hormonen. Want anders wordt het dus een ongereguleerd zootje. En daar komen dus gezondheidsklachten uit voort. Je hebt katabolen, afbrekende processen. En ook anabolen, opbouwende en herstellende processen. En dat zijn dus allemaal enzymatische processen. En die vinden plaats in verschillende delen van jouw cellen. Dat heet een celorganellen. En dat moet ook wel, want wanneer zomaar afbraakprocessen plaats kunnen vinden, gewoon midden in je cellen, ja, dan raken je cellen zelf ook afgebroken. Dus die afbraakprocessen en opbouwende en herstellende processen, dat vindt plaats in celorganellen. Dat is een afgeschermd gedeelte in je cellen, waar het dus veilig is om bijvoorbeeld die afbraak plaats te laten vinden zonder dat je cellen zelf afgebroken worden. Die afbraakprocessen, die vinden plaats in de lysosomen. Afbraak- en afvalblaasjes van je cel. En gedurende die afbraak worden afbraakproducten, maar ook afvalstoffen gevormd. Waaronder varianten met zuurtegraadverhogende eigenschappen.
En na afbraak, afbraakprocessen, de uitvoering daarvan in de lysosomen van je cellen, raakt door die vorming van afbraakproducten en afvalstoffen met onder andere zuurtegraadverhogende eigenschappen, de optimale zuurtegraad die enzymen nodig hebben om goed te kunnen werken, even verstoord. Die gaat verloren. Dus even kunnen er dan geen nieuwe stofwisselingsprocessen uitgevoerd worden in je cellen. Want ja, dat zijn enzymatische processen. Eerst moeten die afbraakproducten en afvalstoffen met zuurtegraadverhogende eigenschappen verdund, geneutraliseerd en uitgescheiden worden. De afvalstoffen naar buiten en de afbraakproducten, dat zijn brandstoffen, dat zijn bouwstoffen, naar weer een ander gedeelte in je en van je cellen. De mitochondriën, het endoplasmatisch reticulum. Wil dan weer een nieuw proces? Dat zijn dan die anabole opbouwende en herstellende processen plaats kunnen vinden. Wanneer de verdunning, neutralisatie en uitscheiding van die afbraakproducten en afvalstoffen met zuurtegraad verhogende eigenschappen, die gevormd worden in die lysosomen afbraakblaasjes gedurende de uitvoering van katabole processen, niet goed uitgevoerd kan worden in en door je cellen. Ja, dan is dus die optimale zuurtegraad die enzymen nodig hebben om goed te kunnen werken verloren gegaan. Ja, kunnen dus ook die afbraakproducten, die brandstoffen, die bouwstoffen, niet uitgescheiden worden richting die andere delen van en in je cellen. Dat endoplasmatisch reticulum, de mitochondriën van je cellen. Zal het tweede deel van de stofwisseling, de anabole opbouwende en herstellende processen, uitblijven. Kan dan niet plaatsvinden. Want dat zijn ook enzymatische processen. En enzymatische processen kunnen enkel plaatsvinden wanneer de optimale zuurtegraad weer hersteld is. En daarvoor moeten dus eerst afbraakproducten en afvalstoffen die gevormd worden gedurende die katabole afbrekende processen verdund, geneutraliseerd en uitgescheiden zijn. Wat valt onder andere onder anabole opbouwende en herstellende processen? De vorming. De vorming en uitscheiding van nieuwe hormonen door cliercellen en ook de vorming en uitscheiding van nieuwe stofwisselingsenzymen in en door je cellen. Dus de stofwisselingsprocessen in je cellen zullen slecht gaan verlopen, hormoongestuurde enzymatische processen, wanneer na uitvoering van katabole processen en de vorming van afbraakproducten en afvalstoffen, waaronder varianten met zuurtegraadverhogende eigenschappen, de verdunning, neutralisatie en uitscheiding daarvan niet goed verloopt, want dan zal de optimale zuurtegraad in je cellen niet heersen die nodig is om weer enzymatische processen uit te kunnen voeren, zoals de vorming van nieuwe hormonen en de uitscheiding ervan in de vorm van nieuwe stofwisselingsenzymen en de uitvoering ervan. En het zou ze allemaal ontregeld raken. Dan heb je maar de helft van de stofwisseling, dan heb je opname van stoffen en afbraak ervan. De afbraakproducten en ook afvalstoffen in je cellen, verstoorde zuurtegraad. En dan vindt niet herstel van die optimale zuurtegraad plaats en de vorming van nieuwe moleculen en het uitscheiden ervan. Ja, dat is de helft van de stofwisseling, daar krijg je klachten van. Dus de stofwisselingsprocessen in je lijf zullen enkel goed verlopen wanneer na uitvoering van katabole stofwisselingsprocessen in de vorming van afbraakproducten en afvalstoffen, waaronder varianten met zuurtegraadverhogende eigenschappen, de verdunning, neutralisatie en uitscheiding daarvan goed verloopt en vervolgens ook wel de uitvoering van anabole processen, de vorming van nieuwe moleculen, waaronder de vorming van nieuwe hormonen, waaronder de vorming van nieuwe stofwisselingsenzymen en de uitscheiding daarvan richting andere delen van je cellen of het extracellulaire milieu je cellen uit. Waar is dat van afhankelijk? Stoffen opnemen en afbreken, dat wil nog wel een heel tijdje in je cellen. Maar de verdunning, neutralisatie en uitscheiding van stoffen en ook de vorming van nieuwe moleculen, daar hebben je cellen vocht en bouwstoffen voor nodig. En wanneer dat ontbreekt, of er zijn te weinig bouwstoffen aanwezig om dat allemaal te kunnen uitvoeren, die verdunnen, neutralisatie en uitscheiding van afbraakproducten en afvalstoffen met zuurtegraadverhogende eigenschappen, of de vorming van nieuwe moleculen en het uitscheiden daarvan,
Ja, dan zal dus maar de helft van de stofwisseling plaatsvinden, de opname en de afbraak van moleculen, de vorming van afbraakproducten en afvalstoffen, maar dan vervolgens niet verdunning, neutralisatie, uitscheiding en de vorming van nieuwe moleculen en het uitscheiden daarvan. Cellen kunnen niet beschikken over voldoende vocht in bouwstoffen om die verdunning, neutralisatie en uitscheiding plaats te laten vinden. En ook die vorming van nieuwe moleculen, waaronder nieuwe hormonen, en de vorming van nieuwe stofwisselingsenzymen en het uitscheiden daarvan. Wanneer jouw voeding onvoldoende vocht en onvoldoende essentiële varianten van bouwstoffen, dat zijn varianten van bouwstoffen die je lichaam niet zelf kan vormen en uit je voeding moet verkrijgen, levert. Dus, wanneer jij wil weten of jij van invloed bent op de stofwisseling in je lijf, want er zijn een aantal voedingsstoffen, bouwstoffen, die samen met vocht essentieel zijn. Die kan je lichaam niet zelf vormen. Dus wanneer jij die niet of te laat of te weinig of incompleet aanlevert aan je lijf, dan vinden er wel nog een heel tijdje afbraakprocessen plaats. De afbraak van grote moleculen tot kleinere delen. De vorming van afbraakproducten en afvalstoffen, waaronder varianten met zuurtegraadverhogende eigenschappen. Maar zal dus steeds die verdunning, neutralisatie en uitscheiding van die afbraakproducten en afvalstoffen met zuurtegraadverhogende eigenschappen slechter gaan verlopen? Zal steeds vaker de uitvoering van anabole opbouwende en herstellende processen uitblijven of incompleet gaan verlopen? Na uitvoering van die katabolen, omdat er dan nog te veel afbraakproducten en afvalstoffen met zuurtegraadverhogende eigenschappen in die lysosoom aanwezig zijn, ja, dan zal de stofwisseling in je lijf en het aansturen en op elkaar afstemmen daarvan met behulp van hormonen zal verslechteren. En daar zullen je klachten uit voortkomen. Dus moet jij met jouw voeding voortdurend proberen voldoende vocht en essentiële varianten van bouwstoffen aan te leveren, want anders kan een deel van de stofwisseling, het anabole opbouwende herstellende deel, niet plaatsvinden. Gaat er van alles afgebroken worden in je lijf, gaan afvalstoffen gevormd worden, kunnen die nergens naartoe, kan er niks hersteld worden. Ja, en daar komen klachten uit voort. Dat was antwoord op je vraag.